Een hele goede dag. Leuk dat je er weer bent. Ga er lekker voor zitten. Doe alsof je thuis bent. Mijn naam is Colin en welkom bij weer een nieuwe video van Colin. Eigenlijk zou ik een logo moeten hebben die dan zo in beeld komt. Ideetjes voor de toekomst. We zijn nog geen maand bezig, maar ik heb al flink een aantal aanvragen gehad voor dit onderwerp. We gaan het vandaag hebben over pochetjes, mocht je dat nog niet kunnen zien uit de titel. Ja, je kan ook onderwerpen aanvragen. Maar goed, pochetjes. Toevallig sprak ik er net over met een huisgenoot. Hij vroeg mij, Colin, waar zijn die pochetjes nou ook weer voor? Die hadden toch een functie? Nou, zo'n pochet hier in je borstzak, die heeft eigenlijk geen andere functie dan gewoon een beetje mooi zijn. Wat meer diepgang geven aan je outfit. Je hebt daarentegen wel zo'n zakdoek die je in je binnenzak kan doen. Die geef je dan aan een huilende dame in nood om de tranen te deppen. Je kan er zelfs twee bij je houden voor het geval je denkt dat je zelf nog een traantje moet laten. Maar die bewaar je dus in je binnenzak. Ik krijg vrij regelmatig de opmerking, zo, een pochet, doe maar. Zoveel tijd heb ik niet hoor. En dan denk ik, tijd? Hoezo tijd? Tijd, tijd. Ik zal je tijd laten zien. Tijd. Maar goed, ik ben het natuurlijk verder wel helemaal mee eens dat het helemaal geen tijd zou moeten kosten. Gelukkig kost het ook helemaal geen tijd. Over het algemeen, des te sneller, des te beter. Zolang je het snel en nonchalant doet, dan zit je eigenlijk al goed. En ik zal je een hele simpele, snelle manier laten zien. Ook wel bekend als de puff fold. Je legt je pochet simpelweg op een plat oppervlak. Twee vingers. Pakt hem in het midden. Gaat met je hand eroverheen, maakt zo'n ringetje. Nu heb je twee opties. Of je stopt hem met de bolle kant boven. Zoals dit. Of je draait hem om. En dan stop je hem er zo in. Ja, zie je? Dat is heel erg makkelijk, kost 5 seconden werk, maar je hebt wel gelijk een hele nieuwe dimensie aan je outfit toegevoegd. Als je de puff fold iets te extravagant vindt, dan kan je natuurlijk ook gaan voor de elegantere presidential fold. Gekarakteriseerd door dat klassieke streepje. Die is ook niet zo heel erg moeilijk om te vouwen en ik zal het een keertje voor jullie voordoen. Oké, de presidential fold. We vouwen hem 1 keer doormidden. En nog een keer doormidden. We hebben nu weer een mooi vierkantje. Dan vouwen we twee zijkanten zoals dit naar binnen toe. Vouwen hem dan weer dubbel. En dan heb je hier een mooi randje. Dan kan je hem zo in je pocket doen. In tegenstelling tot de puff vind ik dat deze er het beste uitziet zonder al te veel kleurtjes. Dus gewoon simpel in het wit. Die andere kan je wel helemaal losgaan. Deze doet het vooral goed in een business setting als je eruit wil zien als Obama. Maar ook bijvoorbeeld als je een smoking aandoet en je er echt uit wil zien als James Bond. En nu hoor ik je al zeggen, Colin, ik heb vorige week 6,5 uur besteed aan het leren van een hele ingewikkelde vouw. Die wil ik nu ook gebruiken ook. En dat snap ik, maar ik raad je toch aan om die vouw te bewaren voor de extra speciale evenementen. Dan moet je denken aan gala's, moet je denken aan bruiloften. Maar toch zal ik ook even laten zien hoe je een van die hele ingewikkelde vouwen moet doen. Deze gebruik ik voor gala's. Ik vind hem heel erg gaaf. Maar hij is iets te veel werk voor dagelijks gebruik. Oké. Deze is wat ingewikkelder. Hij zal vast wel een naam hebben. Maar ik zou het bij God niet weten. Dan vouwen we hem weer 2 keer dubbel. Zodat we weer een mooi vierkantje krijgen. We zoeken naar het hoekje waar je alle 4 de puntjes vast kan pakken. Je brengt het eerste hoekje naar binnen. Helemaal over de helft. En dan weer een deel terug. Dat doe je met de volgende ook. Bijna tot aan de helft. En weer terug. En nog een keer. Deze hier onder. Deze hier ook onder. Zie je die golfjes ontstaan? Dat is precies wat we willen hebben. Dit vouwen we dan dubbel. En die steken we dan simpelweg een zak in. En het ziet er een stuk ingewikkelder uit dan die presidential fold.
maar je kan natuurlijk elke vrouw kiezen die je zelf wilt. Nou kan ik me voorstellen dat jij nu zoiets hebt van, ja maar Colin, ik heb helemaal geen pochet in huis. En ik ga ook niet zoveel geld investeren dat ik voor elk van mijn stropdassen een passend pochetje heb. Nee, dat snap ik. Volgende keer dat je jarig bent, zeg je gewoon tegen iedereen van, goh, ik ben op zoek naar nieuwe accessoires, een leuke pochet zou ik wel heel erg gaaf vinden. En voor je het weet heb je 5 nieuwe dingen binnen op je verjaardag en dan ben je gewoon voor de rest van je leven gelijk settled. Kost geen geld en is een hele leuke cadeautip. Maar dan hebben we nog steeds de grote vraag, hoe combineer je dan je pochet met de rest van je outfit? Nou sowieso ten eerste, met zo'n witte kan het eigenlijk helemaal niet fout gaan. Maar voor de rest, wat ik meestal doe is ik match 1 kleur die in de pochet voorkomt, bijvoorbeeld rood. En die match ik met 1 kleur die in de stropdas voorkomt, bijvoorbeeld deze, ook rood. Je kan ook juist voor tegenovergestelde kleuren gaan, zoals blauw en oranje of zwart en wit. Wat je in ieder geval niet moet doen, is precies hetzelfde patroon hebben op je stropdas als op je pochet. Dat is gewoon not done. Dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jij er iets van hebt kunnen leren. Daar doe ik het immers voor. Ik hoop dat je het gaat uitproberen. Het is een hele leuke manier om iets toe te voegen aan je outfit. Hartstikke bedankt voor het kijken. En vergeet me ook niet te volgen op de vele sociale media waar je mij kan volgen. Ik zal alle linkjes in de beschrijving hieronder zetten. En dan zien wij elkaar de volgende keer.